Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Magnum Pints. Made to be broken. Ja, het voelt ook niet als een ex. Nee, nee, dat heb ik dus ook. Als mensen vragen jou voor relaties heb gehad, dan vergeet ik hem eigenlijk altijd. In Breaking the Ice zien oud-deelnemers van Married at First Sight elkaar na lange tijd weer terug. Ze gaan met elkaar in gesprek over hoe zij het experiment hebben ervaren. Hoe kijken ze nu terug op de match en op hun huwelijk? Lars en Lizzie werden gekoppeld in seizoen 7 en de vonken vlogen er direct vanaf. Maar niks bleek minder waar. Het huwelijk eindigde nog op tv. Caroline en Joep beleefden ook een magische trouwdag en huwelijksreis in seizoen 6. Maar bij thuiskomst ging het mis en belanden ze al snel op niveau 2. Wat een rollercoaster voor hen beiden. Ja, vlak voordat die deur openging was ik vooral bezig met alles wat er moest gebeuren. Dus je vergat eigenlijk van er staat iemand achter die deur. Toen ik daar echt naar voren liep en mijn focus echt wel op hem had, toen dacht ik wel, oké, het is in ieder geval een leuke jongen, leuk om te zien, niet direct een tegenvaller. Ja, toen ging de deur open en dan komt er iemand binnen en ik vond Lizzie meteen wel aantrekkelijk. Ik dacht, nou, dit gaat een leuk avontuur worden en we gaan er samen in ieder geval een leuke tijd van maken. En als het kan en als het via de wetenschap goed gematcht is, dan kan dit het wel eens gaan worden. Ja, de hele huwelijksreis was eigenlijk wel gezellig. Je zag wel verschil voor de camera en naast de camera, maar vooral toen we thuis kwamen, toen veranderde opeens de hele sfeer en toen was het voor hem klaar. Maar ik merkte dat de experts die hoop wel hadden en heel erg bleven zeggen van, nou, misschien wil je het wel een kans geven, misschien is er nog een opening. Dus ja, vanuit dat je met de intentie meedoet om de liefde te zoeken, geef je het toch nog een kans en ga je het wel blijven proberen. Maar die hele weg naar koppelsweekend was er weinig contact en ook tijdens koppelsweekend liep het eigenlijk niet echt soepel meer. Ja, het koppelweekend dat is eigenlijk gekomen natuurlijk na de huwelijksreis, na het samenwonen. Daar zat een periode van een aantal weken tussen. Toen kwam het koppelweekend en we hebben in de tussentijd hebben elkaar eigenlijk al niet echt meer gezien of gesproken. Waardoor het koppelweekend eigenlijk de climax is geweest en het daar uit elkaar gespat is. Vanaf dat wij het koppelsweekend hebben gedaan, hebben Joep en ik elkaar niet meer gesproken. We zijn natuurlijk naar de advocaat geweest en we hebben het eindgesprek gehad. Maar daar hebben we gezegd wat we moesten zeggen en verder hebben we elkaar niet meer gesproken en volgen we elkaar ook niet op de socials. Ja, ik vind het eigenlijk wel jammer dat we geen contact hebben gehad, want samen heb je iets moois meegemaakt. Dan kan het wel zijn dat je qua liefde niet matcht met elkaar, maar hoe leuk is het om dan samen op je ervaring terug te kijken. Ik vind het heel jammer dat dat bij ons niet is. Hey, wat leuk! Hey. Hoe is het? Ik ben benieuwd. Zal ik de eerste vraag stellen? Ja, ga ervoor. Zijn er ooit verliefde gevoelens geweest voor elkaar? Oeh, vind ik wel lastig. Ik denk toen ik in het moment zat dat ik wel dacht dat het zo was. Zeker op die huwelijksreis, dat je het zo leuk hebt met elkaar en je zit echt in die bubbel. Maar als je dat dan vergelijkt met verliefde gevoelens die je eerder hebt gehad of voor iemand anders hebt gehad, dan denk ik dat dat absoluut niet in de buurt kwam. Dus dat het meer die bubbel was en dat je daardoor toch wel denkt dat er echt wat speelt. Ja, omdat je natuurlijk constant samen bent. Ja. Ik herken dat wel daarin, want verliefde gevoelens op beeld heb ik al gezegd dat er gevoel was inderdaad. Ja. En als je dan achteraf gaat denken, is dat dan gevoel geweest of is het de hele situatie geweest? Ja, het voelt ook niet als een ex. Nee, nee, dat heb ik dus ook. Als mensen vragen jou hoeveel relaties je hebt gehad, dan vergeet ik hem eigenlijk altijd. Dat is één huwelijk wat we door kunnen strepen. Ja. Waarom is het misgegaan tussen jullie? Ik denk dat het mis is gegaan doordat we te veel verschilden. Er zat natuurlijk al best wel een leeftijdsverschil in, maar vooral qua leven zat er best wel een verschil in. In mijn gevoel was ik al net wat verder in mijn leven dan dat Lizzie was. En dat heeft misschien wel met de leeftijd te maken of wat je belangrijk vindt in je leven. Bij Joep en jou? Het ging natuurlijk mis op het moment dat we thuis kwamen. Er eigenlijk misschien ook gewoon niet genoeg tijd is geweest om elkaar oprecht te leren kennen. Want alleen op vakantie leer je elkaar naar mijn idee nooit helemaal kennen. Nee. Maar als ik dan achteraf kijk, zie ik ook eigenlijk niet goed waar die match überhaupt heeft gezeten. Soms wel een beetje op de oppervlakte, maar als je echt wat meer kijkt naar wie wij zijn als persoon, zijn we gewoon echt heel erg verschillend. Ja, dat is natuurlijk die diepgang die je eigenlijk pas na de vakantie, als je samen bent, zonder die camera's ingaat. Ja. Ja, dat had ik graag willen ontdekken, maar als daar al geen kans wordt gegeven, dan is het klaar. Hoe gaat het nu in de liefde? Hoe gaat het nu in de liefde? Ja, ik heb het deze keer maar weer zelf gedaan zonder de experts. Twee jaar geleden ben ik uiteindelijk een hele leuke meid tegengekomen. En daar woon ik inmiddels mee samen. Dus ik ben weer gelukkig in de liefde. Superleuk. Ja. En ik durf het niet te vragen, maar... Nou, mag wel. Wil je er iets over zeggen hoe het met jou gaat in de liefde? Met mij gaat het goed en met de liefde is het gewoon rustig. Ik sta er zeker voor open, maar ik ga gewoon zien hoe het loopt in de toekomst.
Lars en Carolien delen dus dezelfde ervaring, een geslaagde trouwdag, maar een mislukt huwelijk. Hoe kijken zij als ervaringsdeskundige naar het huidige seizoen? Nou, ik zeg altijd, het gevoel moet altijd een beetje gaan groeien. Vooral aan mijn kant. Ik denk dat je af en toe toneel speelt. Nee. Nee. Ik heb eigenlijk nog nooit gehoord dat ik toneel loop te spelen. Hij is echt heel zoekend. Ja, ja ik probeer altijd gewoon de persoon te zijn die ik dan ben. Ja. Ik vind hem leuk. Ik vind hem misschien wel meer als leuk. Alleen ik heb echt wel twijfels. Ja. Want ik voel gewoon, het moment dat de camera er niet is, is het anders. Vooral bij Gerben zie je heel erg, die wil het heel graag. En die komt heel oprecht en spontaan over. Dat is natuurlijk een Brabander, hè? Ja, maar je ziet het bij beiden, dat ze graag de liefde willen. Ze willen graag dat het een succes wordt. Alleen je ziet ook gewoon heel duidelijk dat ze elkaar net niet helemaal vinden. En daarom gun je juist dat ze eruit komen. Oh, lekker. Thanks. Heel mooi. Anne heeft jullie ook een opdracht meegegeven. En de opdracht was... Als je eraan toe was of als je het wilde, dan voor de ander 1 of 2 woorden opschrijven op een briefje. En die onder elkaars kussen stoppen of onder de deur doorschuiven. Want ik heb bij David een woord en een symbool gegeven, eigenlijk opgeschreven. En ik heb een hele liefdesbrief teruggekregen. Kun je delen wat het woord en symbool waren? Ik heb het woord moedig opgeschreven, omdat ik het heel moedig vind dat David zichzelf heeft opengesteld en echt een stuk van zijn verleden heeft laten zien aan mij. En ik vind juist bij haar woorden deze omschrijving heel veel waard. Dus als dat misschien ook een brief was geweest, dan zaten ze op hetzelfde level. Ja. Ik heb eigenlijk nooit ruzie met mijn dierbaren. En om dit dan zo mee te moeten maken met iemand die je zo kort kent. Ik heb het tegen je gezegd, ik was echt bang. Gaat zoveel door je heen. Zoveel situaties die weer opnieuw afspeelt. Wat had ik anders moeten doen, kunnen doen? Hoe zijn we hier beland? Ja, het is eigenlijk zonde om te zien dat ze het heel graag willen, maar dat ze er dus niet uitkomen samen. Terwijl je wel kunt snappen dat ze... in die korte tijd zoveel meegemaakt hebben en dat er zoveel gebeurt bij ze. Ja, en je ziet gewoon heel veel niet. Dus als kijker is het niet echt te begrijpen dat ze misschien nu zou zeggen van... ja, ik stop ermee. En dat ze zegt, ik ben opgelucht dat ik dat heb gezegd. Terwijl je aan de andere kant een heel dubbel gevoel ziet. Want blij is ze er natuurlijk niet mee. Nee. En het lijkt en je hoopt dat zij gewoon inderdaad de tijd nodig hebben. Ja. Om elkaar ook te leren kennen. Ja. Om elkaar de kans te geven. Want dit is wel een koppel waarvan ik van het begin af aan dacht... dat zou wel eens een goede match kunnen zijn. Ja. Die kunnen wel eens gaan slagen samen. Die zouden elkaar echt kunnen vinden zo samen. Ja. Er zitten hele leuke koppels tussen weer dit seizoen. Mijn favorieten zijn Jeffrey en Journey. Zij gaan ook heel soepel met elkaar om. En ook andere koppels zie je eigenlijk wel goede verhalen. Je hebt een Jantine die goed met elkaar gaan. Ja. Het leuke aan dit seizoen is dat je wel veel koppels hebt waar je nog niet helemaal weet wat er gaat gebeuren. Zeg maar. Het is echt wel, want ook met Jep en Jantine, in het begin dacht ik nog, is het wel een match? Ja. En nu merk je een paar afleveringen verder dat het echt wel een klik is tussen die twee. En zo heb je dat ook weer met andere koppels. En daarin vind ik dan ook David en Kim juist wel interessant van hoe gaat dit nu aflopen? Ja. Zou je zelf nog een keer meedoen aan Married at First Sight? Voor de ervaring zou ik zeker meedoen, want het was een supermooi avontuur. Jammer van de afloop, maar ik heb er alleen maar mooie herinneringen aan wat dat betreft. Ja, ik denk dat ik dat helemaal deel. Het is gewoon de ervaring en om het meegemaakt te hebben is superleuk. Ja, de match was geen succes, dus als het een andere match zou zijn, dan zou ik het nog wel een keer doen. Wat is je advies aan nieuwe Married at First Sight deelnemers? Vooral denk ik om juist die momenten ook even je terug te trekken en gewoon heel eventjes... weet je, ga een wandeling maken of bel even met een vriendin of familielid om wat dingen door te spreken. Want dan lijkt het iets meer op het normale leven en dan kom je iets vaker uit die bubbel. Je wil natuurlijk zo graag dat het een succes wordt. Dat als je, dat je soms dan toch denkt, ik zet nog wel even dat stapje bij. Terwijl je gevoel al zegt, dit wordt hem niet. Of... Ja.